ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Vergeet ook de notificatiebel niet, zodat je geen enkele video meer mist van mij. Nou, waar ga ik het vandaag met jullie over hebben? Ik ga het hebben over affirmaties en de macht van het denken. Wat zijn nou eigenlijk affirmaties? Affirmaties zijn een soort van mantra's. Het zijn gedachtenprogrammaties om jezelf opnieuw te programmeren. En hoe vaker je dus dingen herhaalt voor jezelf, hoe automatisch het gaat worden. Heel veel mensen weten eigenlijk niet eens dat ze zichzelf opnieuw kunnen programmeren, of dat ze zichzelf een positiever leven kunnen geven, of meer in harmonie kunnen komen, of meer in balans kunnen komen als je dingen tegen jezelf gaat zeggen. Nou, dat is dus een feit. Je kan dus je leven zelf helemaal invullen en bepalen en jezelf een gezonder leven bieden, een betere levenswijze toepassen, als je dus ook positiever in het leven gaat staan. Nou, hoe ga je nou positief in het leven staan? Dat is ook om positief jezelf te benaderen. Nou, hoe doe je nou jezelf benaderen? Is om mooie zinnen tegen jezelf te zeggen. Zo bijvoorbeeld, ik hou van mezelf of ik heb altijd geluk. In plaats van in een disharmonieuze vorm te gieten, zeg maar. Heel veel mensen zijn eigenlijk niet gewend om stil te staan bij hoe ze dingen uitspreken of wat ze eigenlijk zeggen tegen zichzelf of hoe ze eigenlijk in het leven staan. Nou, dat wordt je natuurlijk ook nergens geleerd. Het wordt je niet op school geleerd, het wordt je vaak niet ook bij je ouders geleerd. Tenzij je wakkere ouders hebt, zeg ik altijd maar. Of mensen die spirituele zijn, die zijn toch wat vanuit nature liefdevolle. Die echt geestelijk bezig zijn. Dus ik wil jullie graag uitleggen wat de kracht van gedachten zijn. En daar ga ik jullie ook zo meteen een stuk van in het boek van de Meester van het Verre Oosten over lezen. Want daar wordt het ook helemaal in uitgelegd wat de macht van het denken is. Nou, heb je dit boek nog niet? De Meester van het Verre Oosten van Bart Spalding. Dat is echt het meest beste boek dat ik ken. Dat kun je bij mij op de website aanschaffen. Als je het bij mij koopt, dan steun je mij er natuurlijk ook mee. Je mag het ook absoluut ergens anders aanschaffen wat je zelf voelt. Maar hier staat in ieder geval alles in hoe je dus jezelf kan perfectioneren en naar een beter leven kan gaan. Nou, als je dus gaat affirmeren, zoals negatieve dingen die je tegen jezelf zegt of roept, dat zijn ook affirmaties. Maar dit willen we natuurlijk gaan omkeren. Dus als jij jezelf negatief geprogrammeerd hebt, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld vaak zeggen van, ik heb altijd ongeluk of ik heb altijd pech. Of dat heb ik weer. Of ik maak nooit iets leuks mee. Of ik val alleen maar op slechte mannen. Of alleen maar op slechte vrouwen. Of het lukt mij niet. Ik kan het niet. Het leven is niet leuk. Of ik ben lelijk. Ik ben dik. Ik ben arm. Ik heb nooit geluk. Niemand houdt van mij. Mensen houden niet van mij. Ik ben altijd alleen. Niemand zorgt voor mij. Nou, het zijn natuurlijk honderdduizenden dingen die je tegen jezelf kan zeggen om jezelf naar beneden te halen. Nou, en ik wil jullie graag helpen om dit proces dus te veranderen. Om je gedachten te veranderen en jezelf in een positieve setting, dus een positieve vorm, je gedachtes om te draaien en jezelf opnieuw te programmeren. Het kan in het begin wel eens lastig zijn. Er zijn mensen die tegen me zeggen, ik vind het moeilijk, of mensen die ook wel eens zeggen, als ik zeg van, zeg maar tegen jezelf, ik hou van mezelf. Nou, sommigen krijgen het niet eens over hun lippen. Die moeten echt zichzelf dwingen om te zeggen, ik hou van mezelf. Zo diep zit het geworteld dat je niet van jezelf houdt. Hoe is het mogelijk? Wat is er toch in je jeugd gebeurd of gezegd? Of hoe heb je het jezelf aangeleerd om niet van jezelf te houden? Dat is echt vreselijk. Met jezelf moet je doen en je bent een prachtig mens als je dus weet hoe je bent ontstaan, hoe waar je uit opgebouwd bent, wat het werkelijke doel is van waarom jij er bent, dan ga je echt van jezelf houden. Het is natuurlijk je niet geleerd, hè? Het is je eerder afgeleerd om van jezelf te houden en om positief tegen jezelf te praten. Ik heb ook wel eens cliënten die dan tegen mij zeggen van, maar het is heel onwennig om van mezelf te houden, want ik moet eerst de ander moet ik pleasen. Of ik moet eerst de andere gelukkig maken. Of als mijn mensen om me heen gelukkig zijn, dan ben ik dat ook. Tuurlijk is ook een onderdeel, maar het betekent niet dat je jezelf moet gaan vergeten. Wat je namelijk krijgt als je dat dus doet en je gaat alleen maar voor de ander zorgen en niet meer voor jezelf, dan
kan die stroom dus niet meer stromen. Stel nou dat iedereen geeft, maar niet meer ontvangt. Nou, dan krijg je weer een plus-plus verhaal. Dus net als twee magneten die tegen elkaar aanbotsen. Dat botst. Dat is niet meer een geven en een ontvangen. Het is niet meer een geven en ontvangen. Nee, iemand die geeft alleen maar. Iedereen geeft, maar niemand kan meer ontvangen. Wat houdt dan nog een complimentje in? Als je dat compliment niet aanvaardt. Als iemand tegen je zegt, wat ben je een mooi mens. En als jij zegt, nee hoor, dat ben ik niet hoor. Nee, doe maar niet. Of geen compliment. Of, goh, ik hou van jou. Heel veel mensen kunnen dat niet vatten. Als iemand denkt, ja, houdt diegene nou echt van mij? Yeah, right, het zal wel. Diegene houdt echt niet van mij hoor. Dat kan niet gewoon dat diegene van me houdt, weet je wel. Dan aanvaar je dus niet het compliment, het geschenk wat iemand jou wil geven. En dat je iets terug wilt doen is hartstikke fijn, dat mag. Maar het betekent ook dat je zegt, als iemand tegen jou zegt van wat ben je een mooi mens. Of je bent knap, of je bent leuk, of je bent lief. Dat jij dan zegt, dankjewel. Dankjewel. Ontvang het geschenk wat diegene jou geeft. En dat is eigenlijk wat ik graag mensen zou willen leren. Dat ze meer van zichzelf gaan houden. En waardoor je dus steeds meer van jezelf kan geven. Ga je niet meer ontvangen, dan raak je leeg. Je raakt hartstikke leeg. Echt. Ik heb zoveel mensen die ik behandel of vertel van nou, weet je, die echt leeg zijn, die op zijn. Die zeggen, ja, ik heb altijd maar klaargestaan voor anderen. Ik ben totaal zelf vergeten. Dat werkt gewoon niet. Alleen maar geven en niet ontvangen is een plus-plus, is een magneet en dat botst. En dan, ja, dan kan je dus niet meer ontvangen. Je kan niet meer die stroom door laten gaan. Je hebt zo'n heel mooie film. Heb ik ook al eens eerder aangekaart. Maar er zijn altijd nieuwe kijkers, dus ik zeg het nog maar een keer. Je hebt de Celestijnse Belofte. Dat is een boek is het eigenlijk. Het is een fantastisch boek, maar dat hebben ze verfilmd. En dat staat ook op YouTube. Dan kun je het gratis kijken volgens mij. Of je kan het ook ergens kopen uiteraard. Maar daar wordt dus heel erg goed uitgelegd hoe energieën werken, wat aura's doen en ook het geven en ontvangen. Dus wat er eigenlijk gebeurt met mensen die met elkaar resoneren. Dan ontvang je en geef je, ontvang je en geef je. Als je zo'n leuk gesprek met iemand hebt gehad, hè, dan ontvang je en geef je. Dus je geeft terug leuke informatie en de andere die geeft ook weer informatie terug. En dat is geven en ontvangen en dan voel je ook energievol. Zijn er mensen waar je altijd maar op je hoede moet zijn, of altijd maar botsen, of altijd maar, die resoneren niet met je. Ja, die zijn altijd een soort van negatief ingesteld, of ja, die kunnen niet geven en ontvangen. Dat kunnen ze niet. Dat zijn ze niet gewend. En dus daarom is het heel erg belangrijk om positief te leren praten tegen jezelf. Als je het niet gewend bent, dan ga ik je er zeker bij helpen. Dat is ook waarom ik de video's maak. Positief naar jezelf te kijken en ook tegen jezelf te zeggen, ik hou van mezelf, ik ben een gezond mens. Als je altijd tegen jezelf zegt, ik ben altijd ziek. Ik ben, die twee woorden zijn enorm belangrijk. Want ik ben, bevestigen wat je bent. Dus als jij tegen jezelf zegt, ik ben, dan bevestig jij dus wat je bent. Ik ben ziek, dan bevestig jij in jouw systeem, dus in jouw lichtbundel wie je bent, bevestig jij dat jij dus ziek bent. En dat is dus een hele negatieve, disharmonieuze geestestoestand of een spreuk. Eigenlijk zijn woorden en gedachten zijn dingen. En dat is ook wat in de geschriften staat, ook wat Jezus bijvoorbeeld zei. Woorden en gedachten zijn dingen. En hoe meer je erbij gaat stilstaan dat we in een wereld van denkers leven, hoe meer we gaan beseffen dat we goed op onze woorden moeten letten, wat voor spreuken wij eigenlijk uiten. En dat is eigenlijk ook wat je in films ziet, dat ja, net als magie of hekserij of weet ik veel wat, eigenlijk met spreuken te maken heeft, dat je het tevoorschijn roept met de woorden waar een gedachte aan plakt. Want je kan niet eigenlijk zomaar woorden zeggen waar geen ding eigenlijk bij tevoorschijn komt, of waar geen gedachte achter zit. Ik bedoel, als ik nu boom zeg, dan is niet dat je alleen de boom ziet, maar je ziet ook vaak de boom zelf. Er zijn ook mensen die niet denkbeeldig zijn. Dat zijn er niet veel, maar er zijn mensen die niet denkbeeldig zijn. Die ontbreekt ook het visualisatievermogen. Het is niet dat je het niet kan, dat kun je aanleren. Maar op dat moment hebben ze het visualisatievermogen hebben ze niet ontwikkeld. Maar als jij dus
Die hebben, zullen dus ook meer problemen hebben of meer lasten van hebben dat ze het begripsvermogen niet goed snappen van taal. En, maar meestal is het zo, als ik zeg boom, dan zie je ook een boom. Dus als ik zeg boot, zeg je ook een boot, zie je een boot. Als ik zeg ziek, dan zie je ook mensen die ziek zijn, weet je. En, of ziekte, dan zie je ook iets viezigs, iets wat eigenlijk op je kleeft of aan je zit, of een tumor of weet ik wel, een of andere ziekte, zie je iets, weet je. Je hebt er een voorstellingsvermogen bij. Als ik zeg schoonheid, dan zie je ook iets moois. En dat is eigenlijk heel belangrijk, dat je steeds meer schoonheid om jezelf gaat, om je heen gaat creëren. Nou, ik ga een stuk vertellen wat de meesters vertellen over de macht van het denken. Want het is een heel bijzonder stuk. Nou, even kijken hoor. Terwijl we op de avond voorafgaan aan ons vertrek naar de zonsondergang stonden te kijken, zei een van ons dat hij zich was gaan afvragen hoe oud beschaving en de religie in feite waren. En of de twee werkelijk door al die eeuwen heen hand in hand waren gegaan. Jast antwoordde, dat hangt ervan af wat u met religie bedoelt. Als je het woord religie gebruikt in de zin van geloofsovertuiging, dogma of secte, of misschien bijgeloof, die opvatting van religie, die opvatting van religie is heel jong en gaat het niet verder terug dan 20.000 jaar. Maar als u met het woord diepe eerbied bedoelt voor de ware levensbeschouwing, waarachtige eerbied voor het leven zelf en dus waarachtige eerbied voor de verheven zuiverheid van God, van de grote scheppende oorzaak, die opvatting van religie kunt u voorbij alle geschiedenis, alle mythologie, alle allegorie terugvinden. Tot de tijd van de eerste komst van de mens op aarde. Voordat koning, keizer of andere door de mens gecreëerde vorm van heerschappij de scepter zwaaide in het hart van de eerste mens, gloeide of schitterde daar de grootste verering van alle leven en van de schoonheid van dat leven. De schoonheid en eerbied van die zuivere ziel schittert al eeuwen onverflauwd en zal dat tot in de eeuwigheid blijven doen. Toen de mens voor het eerst tot leven kwam, wist hij heel goed wat de bron was. Hij voelde de diepste eerbied voor die bron en die eerbied kent u nu als de Christus. Christus betekent het licht, hè? Dus het is niet de achternaam van Jezus. Als we verder door de schemerige gangen van de tijd lopen, blijken ze zich echter te vertakken in ontelbare sekten, geloofsovertuigingen en dogma's, tot die gangen versnipperd zijn geraakt tot zo'n netwerk dat het een sluier van ongeloof en bijgeloof is geworden. Wie, vraag ik, versnipperde ze, God of de mens? Wie is verantwoordelijk voor de grote maalstroom van zonde en disharmonie die door deze verdeeldheid is veroorzaakt? Wilt u hier eens bij stilstaan en diep nadenken en u dan afvragen of het God is of de mens die verantwoordelijk is? Bedenk dan, zit God ergens in de hemel? Ziet hij neer op dit grote web? Verandert hij een omstandigheid hier en een omstandigheid daar? Grijpt hij hierin of effent hij een leven daar? Looft hij de een of veroordeelt hij de ander? Neemt hij de een bij de hand terwijl hij de ander vertrapt? Nee. Als er een echter schenker van leven bestaat, moet hij almachtig, alomtegenwoordig, alwetend zijn. Ver boven en rondom iedereen staan en in iedereen zijn. Zijn leven uitstorten in iedereen, via iedereen en over iedereen. Anders is hij geen ware schenker van leven. U kunt dit idee differentiëren in de ontelbare verscheidenheid aan vormen. Maar wanneer u de laatste vorm bereikt, zult u merken dat u ook die aan het begin hebt bereikt. En dat de twee een cyclus zonder begin en zonder einde, als dit niet zo was... En dat de twee een cyclus zonder begin en zonder einde worden. Als dit niet zo was, zou er geen grondslag, geen hypothese, geen waarheid zijn. Toen vroeg iemand, probeert u de dood te overwinnen? Het antwoord luidde, oh nee, we stijgen boven de dood uit, door het leven in zijn absolute volheid tot uitdrukking te laten komen. We weten dan ook niet eens wat de dood is. Voor ons is er alleen maar overvloediger leven. De grote vergissing van de meesten is dat ze hun religie achter een sluier of geheim proberen te verbergen. In plaats van haar open te stellen voor de wijdse uitgestrektheid van Gods zuivere zonlicht. Iemand van de groep vroeg of Jezus bij hen verbleef, doelend op de mensen van Jast.
Hij antwoordde, nee, Jezus woont niet bij ons. Hij wordt alleen maar naar ons toegetrokken door de gedachten die wij gemeen hebben. Zoals hij naar alle mensen toe wordt getrokken door de gedachten die ze met hem delen. Jezus is alleen aanwezig om van dienst te zijn, zoals alle grote zielen. Daarna zei hij, in de tijd dat Jezus in het noorden van Arabië vertoefde, had hij toegang tot een bibliotheek waar boeken verzameld waren uit India, Perzië en gebieden voorbij de Himalaya. Hier kwam Jezus voor het eerst in aanraking met de geheime leringen van de broederschap. Deze leringen dienden louter om de zich reeds ontwikkelde overtuiging kracht bij te zetten dat het ware geheim van het leven God is die zich via de Christus in het individu uitdrukt. Hij zag in dat hij, om dit goed te kunnen uitdragen, afstand zou moeten nemen van degene die hem hadden onderricht. Ook al zou hij zich daardoor hun misnoegen op de hals halen. Dit weerhield hem geen moment. Zo standvastig was hij in zijn toewijding aan zijn ideaal en aan zijn grote dienst voor de wereld. Zo begreep hij door die toewijding kon bewijzen. Hij begreep dat als de mens zich ooit zou verheffen tot de sublieme macht van die kolossale inwonende aanwezigheid als een machtige zoon van God, in wie goddelijke wijsheid in overvloed aanwezig was, die rijk was aan de overvloeiende weelde van al Gods schatten. De bron van de overvloeiende wateren van leven, de Heer of wet van mededogen en wijsheid, werkelijk vlees moest worden op aarde. Hij naar voren moest treden om deze eigendommen op te eisen. Toen, met zuivere beweegredenen, moest hij het leven leiden en zou hij dat leven tentoonspreiden waarvan de manifeste tegenwoordigheid de naam van de Christus heeft gekregen. Hij trad naar voren en verkondigde moedig dat de Christus die in hem woonde, in iedereen woonde. Dat de hemelse stem die verklaarde dat hij de geliefde zoon was, tevens verklaarde dat iedereen zoon van God, mede-erfgenaam en broeder is. Deze periode werd gekenmerkt door zijn doop. Toen men zag dat de geest als een duif op hem neerdaalde en bij hem bleef. Hij zei ook dat alle mensen een lichamelijke manifestatie van God zijn. Hij onderwees moedig dat onwetendheid de oorzaak van alle zonde is. Hij zag in dat de mens om vergeving of de wetenschap van vergeving te beoefenen op de hoogte moet worden gebracht van het feit dat de mens het vermogen heeft om alle zonde, tweedracht en disharmonie te vergeven. Dat het niet God is die zonde vergeeft, want God heeft niets te maken met zonde, ziekte, disharmonie in de mens. Dat de mens zelf ze heeft veroorzaakt en de mens de enige is die ze kan uitwissen of vergeven. Hij begreep dat de mens moest leren dat de onwetendheid veronachtzaming is en gebrek aan inzicht in, zowel de goddelijke geest als het scheppende beginsel en zijn relatie met dat beginsel. Hij begreep dat de mens alle intellectuele kennis ter wereld kan hebben en kundig kan zijn in wereldse aangelegenheden. Maar dat als hij de Christus niet erkent als de levende, bezielende essentie van God in zichzelf, hij in hoge mate onwetend is ten aanzien van de belangrijkste factor die zijn leven beheerst. Hij begreep direct hoe inconsequent het is om een volmaakte, rechtvaardige en liefhebbende vader te vragen ziekte of zonde te genezen. Hij onderwees dat ziekte het gevolg is van zonde en dat vergeving een belangrijke voorwaarde is voor genezing. Dat ziekte geen door God gezonde straf is, zoals velen geloven, maar het gevolg van het verkeerde begrip. Dat hebben ze ook wel eens. Velen zeggen wel, oh, dat is Gods straf. Of Gods straf direct, of dat zal dan wel van God zo zijn, of dat had wel van God zo gemoeten. Dat heb je ook van veel zwaargelovigen, die dan denken van, ja, oh nee, dan heeft God hem die ziekte gegeven, of dat zal dan wel zo moeten zijn. En ja, dat zie je ook veel, dat dus allemaal zo verkeerd begrepen is en dan van God is een moordenaar gemaakt eigenlijk en die ergens boven in de hemel op zijn troon zit en daar is eigenlijk een soort van mens van gemaakt of een alwetend mens die eigenlijk ja ook een moordenaar is en bepaalt of de ene mag leven en de ander niet en of die ene een ziekte moet krijgen of niet en God straft en weet ik het allemaal. Nou, dat is dus een heel verkeerd begrip, want God straft dus niet, want iedereen is dus een eigen goddelijkheid en zit dus in je. Die godskracht is scheppingskracht, betekent dat eigenlijk. Dus ja, als jij het verkeerd schept, dus als jij verkeerd in je vel zit en je schept bepaalde dingen door
disharmonie of zonde inderdaad. Hè, als jij dingen doet waardoor je dus geeft en ook weer ontvangt, dan roep je het op jezelf af. Dus het is niet iets van buitenaf die dat voor jou doet. Het is jouw magnetische energie, jouw aura, jouw kracht eigenlijk. Die ervoor zorgt dat jij het probleem krijgt waar jij nu mee zit, zeg maar. Maar vergeven is dus het allerbelangrijkste. En hoe meer je dus vergeeft, hoe meer je dus bij een helende energie komt om jezelf te genezen. Begrip dat de mens van zijn ware wezen heeft. Hij onderwees dat het de waarheid is die vrijmaakt. De zuiverheid van zijn leerlingen heeft ertoe geleid dat ze die van zijn leraren hebben overleefd. Toen Petrus zei dat hij 7 keer vergaf, antwoordde Jezus dat hij 70 keer 7 vergaf. En dat bleef vergeven tot vergeving universeel was. Om haar te vergeven, vestigde hij zijn aandacht op liefde. Dus tegenovergestelde. Dus ben je ergens heel boos over, gebruik dan de kracht van de liefde. Dus ga je proberen te focussen op de dingen die je mooi vindt of lief vindt of... het is niet je aandacht afwenden of zo, maar het is er iets anders voor in plaats te zetten, wat juist heling geeft. Op liefde. Dat was niet alleen het geval wanneer haat zijn leven beroerde, maar ook wanneer hij die in de wereld om zich heen zag. Deze wereld was het inherente licht dat hij in alle mensen zag en dat hen, wanneer men inzicht toegepast uit de duisternis zou halen, hij wist dat elke overwinnaar met zijn Heer was overeengekomen zonder voortdurend te vergeven en elke disharmonie met waarheid tegemoet te treden. En dit was zijn manier om zijn vaders werk te doen. Hij zag en begreep dat op geen enkele andere manier de aarde kon worden getransformeerd of vrede en harmonie niet konden zegevieren onder de mensen. En hij zei, als u mensen hun schuld vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Om de volle waarde van deze uitspraak te begrijpen, vraagt u misschien, wat is de Vader? De Vader is leven, liefde, macht en heerschappij. En al deze attributen behoren het kind als rechtmatige erfenis toe. Dit is wat Paulus bedoelde toen hij zei dat we met Christus mede-erfgenaam zijn, van het Koninkrijk Gods. Dit betekent niet dat de een meer heeft dan de ander. Dit betekent niet dat de oudste zoon het grootste deel krijgt en de andere helft evenredig wordt verdeeld onder de overige kinderen. Mede-erfgenaam zijn met Christus van het Koninkrijk betekent in gelijke mate deel hebben aan alle zegeningen van het Koninkrijk Gods. Soms beschuldigen anderen ons ervan dat we ons gelijkstellen aan Jezus. Dat gebeurt omdat ze niet begrijpen wat met mede-erfgenaam zijn wordt bedoeld. Ik ben er volkomen zeker van dat er niemand onder ons is die zou zeggen dat hij hetzelfde niveau van verlichting heeft als de meester. In diens grote witte zuiverheid, dit mede-erfgenaam zijn betekent dat dezelfde macht, dezelfde kracht, dezelfde mate van inzicht mogelijk zijn. En toch is er niemand onder ons die zich niet de volledige waarde realiseert van de belofte van Jezus aan al Gods kinderen, aan alle ware volgelingen, dat ze net als Hij ten volle deel kunnen hebben aan alle hoedanigheden van goddelijkheid. We beseffen terdege zijn bedoeling toen Hij zei, wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. De hemel is hier, hier, ons bewustzijn, hè? Niet onze hersenen, maar ons bewustzijn. We weten heel goed dat die grote ziel geen moment iets mentaal of moreel onmogelijks eist van zijn volgelingen. Toen hij de volmaaktheid zag, een van de mens vroeg hij alleen dat waaraan de mens kan voldoen. Zeer velen hebben valse troost gevonden in het denkbeeld dat ze nooit zo volmaakt kunnen zijn als de meester. Ze redeneren dat hij goddelijk was en dat hij door zijn goddelijkheid schitterende werken kon verrichten, waar geen andere vertegenwoordigheid van de mens mogelijkerwijs toe in staat is. En dat het daarom volstrekt nutteloos is om het te proberen. Dus ze denken dat hij de enige gezonde zoon is, wat er natuurlijk verkeerd verdraaid is. Hij is de enige geboren zoon die het kan. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. Ze zeggen dat ze niet over betere, handigere of wetenschappelijk... dat is wat er gezegd wordt in de Bijbel, heb ik het dan over, hè? Wat er verdraaid is.
Ze zeggen dat ze niet over betere, handigere of wetenschappelijk beter onderbouwde middelen beschikken om de bestemming van het leven vorm te geven dan louter menselijke wilskracht. De grote meester maakte duidelijk dat, hoewel enig menselijke wilskracht inderdaad nodig is om te beginnen, louter menselijke wil hierbij niet de belangrijke factor is, maar goddelijke inzicht. Hoe vaak zei hij niet, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En dat is echt zo, want je merkt nu al met heel veel dingen waar je achter komt wat de waarheid is en waar ze hiermee hebben voorgelogen, dat je denkt van, oh my god, dat maakt je al vrij, dat maakt je al krachtig en het gevoel van, ik zit op de goede weg. Laten we dit terugbrengen tot de eenvoudige natuurkunde van de wereld om ons heen. Zodra mensen volledig bekend raken met de waarheid van wat dan ook in de stoffelijke wereld om ons heen, worden ze vrij van een onwetende voorstelling van dat bepaalde verschijnsel. Zodra mensen op de hoogte raakten van het feit dat de wereld rond was en om de zon draaide, werden ze vrij van het verouderde idee van een platte aarde met een opkomende en ondergaande zon. Hoewel er nog steeds mensen zijn die denken dat de aarde plat is. Ik heb me overal in verdiept. Platte aarde, holle aarde, ronde aarde. Ik heb alles nagekeken, ik heb alles gecheckt. Ik heb me helemaal verdiept. Holle aarde kan ik me absoluut wel in vinden. Platte aarde, nee, kan ik me niet in vinden. Resoneert niet met mij. Dus voor de mensen die denken dat de aarde plat is, helemaal prima. Iedereen mag zijn eigen denkwijze hebben. Dat er berekeningen niet kloppen, absoluut. Dat met de landkaart gesjoemeld is, absoluut. Hè. Het ene land is groter gemaakt dan het andere land, wat het in feite eigenlijk werkelijk is. Dat er heel veel verdraaiingen zijn, dat dingen niet goed in kaart gebracht zijn of achtergehouden worden. En ook met die polen, met de holle aarde, heb ik me ook helemaal in verdiept. Kan ik me wel in vinden, moet ik zeggen. Ik heb het zelf ook uitgevonden, uitgezocht. Je ziet ook gewoon op Google Earth dat je heel veel kan inzoomen bij de polen. Terwijl als je hier gewoon bij je eigen woonplaats niet verder kan inzoomen dan gewoon de grond. En daar kun je echt kilometers verder doorzoomen. Heel interessant, kun je op internet heel veel over vinden. Dat is mijn denkwijze over de ronde aarde en over de platte aarde. Ja, maar ik resoneer niet met de platte aarde. Dus dat is mijn gevoel. En hier staat het ook in, helemaal uitgelegd hoe die aarde ook ontstaat. Wil ik ook nog eens een filmpje over maken. Zodra mensen loskomen van het denkbeeld dat ze louter menselijke wezens zijn, onderworpen aan menselijke wetten van leven en dood en aan door mensen opgelegde beperkingen, zullen ze begrijpen dat ze vrij zijn van alle menselijke beperkingen en zonen van God kunnen worden als ze willen. Zodra ze zich realiseren dat ze goddelijk zijn, zijn ze vrij van alle beperkingen en bezitten ze de kracht van goddelijkheid. En de mens weet dat deze goddelijkheid het punt is waar het zijn het meest onmiddellijk in aanraking is met God. De mens begint te begrijpen en te beseffen dat deze goddelijkheid niet iets is wat van buitenaf in iedereen moet worden ingebracht. Hij begint te beseffen dat ze het leven zelf van elke mens is. We weten dat de idealen die we in het leven van anderen zien wortel schieten in ons leven. En vervolgens de goddelijke wet naar hun aard vrucht afwerpen. Zolang we in de macht van zonde geloven en het effect van zonde als realiteit zien, zal de straf voor die zonde essentieel zijn in ons eigen leven. Als we onszelf en andere echte, waarachtige, rechtvaardige gedachten schenken, in plaats van alle onharmonische, bereiden we als oogst een groot spiritueel feest voor dat zeker op de zijtijd zal volgen. Zo heeft vergeving een tweeledige missie. Ze bevrijdt zowel de dwalende als degene die lief heeft. Want achter de toepassing van vergeving gaat een diepe en stralende liefde schuil. Een liefde gebaseerd op principe. Een liefde die wenst te geven om de vreugde van het geven. Zonder te denken aan een andere beloning dan de goedkeuring van de Vader in de woorden. Dit is mijn beminde Zoon in wie ik wel behagen heb. Deze woorden gaan evenzeer op voor ons als voor Jezus. Uw zonde, ziekte of disharmonie maken evenmin deel uit van God of van uw ware zelf, als schimmels deel uitmaken van de planten waaraan ze zich hechten. Ze zijn de onechte uitwassen die zich als gevolg van verkeerd denken op uw lichaam hebben gevestigd. De gedachten aan ziekte en ziekte zelf zijn louter oorzaak en gevolg. Wis de oorzaak uit, vergeef de oorzaak en het gevolg verdwijnt. Wis het valse geloof uit en ziekte verdwijnt.
Dit was de enige geneesmethode waar Jezus ooit zijn toevlucht toe nam. Hij wistte het valse beeld in het bewustzijn van degene die hij hulp verleende uit. Hij verhoogde eerst de trillingen van zijn lichaam door zijn gedachten te verbinden met die van de Goddelijke Geest en zijn eigen gedachten vastberaden in overeenstemming te houden met die van de perfectie die de Goddelijke Geest voor de mensen ziet. Vervolgens werden de trillingen van zijn lichaam gelijk aan de trillingen in de Goddelijke Geest. Nadat hij zo de trillingen van zijn eigen lichaam had verhoogd, door vastberaden aan de goddelijke volmaaktheid te denken, was hij in staat de trillingen van het lichaam van de persoon met de verschrompelde arm te verhogen tot het punt waarop hij het beeld van de verschrompelde arm uit diens bewustzijn kon wissen. Daarna kon Jezus tegen hem zeggen, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en de hand werd gaaf. Zo verhoogde Jezus de trillingen van zijn eigen lichaam door ieders goddelijke volmaaktheid te zien. En dat stelde hem in staat de trillingen van degene die hij genast te verhogen tot het beeld van imperfectie geheel was uitgewist. Dan was er ogenblikkelijke perfectie en was de vergeving compleet. U zult spoedig ondervinden dat u door uw gedachten en aandacht strak en vastberaden op God en zijn goddelijke volmaaktheid te richten, de trillingen van uw lichaam kunt verhogen, zodat ze zo harmonieus en een geheel zullen vormen met die van de goddelijke volmaaktheid. Dat u volstrekt één bent met de goddelijke volmaaktheid en dus één bent met God. U bent dan in staat de trillingen van het lichaam van anderen met wie u in contact komt zo te beïnvloeden dat zij de volmaaktheid zien die u ziet. Zo kunt u de goddelijke missie volbrengen en vervult u uw rol volledig. Of u ziet misschien onvolmaaktheid en verlaagt zo de trillingen tot onvolmaaktheid het gevolg is. Maar als u dat doet, ontkomt u er niet aan de vruchten te plukken van het zaad dat u hebt gezaaid. Dus ga jij negatief denken, hè, ga jij bezighouden met negatieve dingen, dan is dat het zaadje wat jij plant en zal je daarom ook negativiteit weer terugkrijgen. Hè, en daarom is het, richt jezelf op volmaaktheid. God is in iedereen waakzaam. God is in iedereen werkzaam om zijn volmaakte plan uit te voeren en de volmaakte liefdevolle gedachten die ononderbroken uit ieders hart stromen, zijn eigen boodschap aan zijn kinderen. God is in iedereen werkzaam om zijn volmaakte plan uit te voeren en de volmaakte liefdevolle gedachten die ononderbroken uit ieders hart stromen, zijn Gods eigen boodschap aan zijn kinderen. Het zijn die gedachten die de trillingen van ons lichaam in directe contact houden met de goddelijke, volmaakte trilling. En dit zaad is het woord van God, dat zich nestelt in elk ontvankelijk hart. Of de mens zich zijn goddelijke aard nu bewust is of niet. We naderen onze goddelijke erfenis wanneer we onze gedachten zo totaal gericht kunnen houden op onze goddelijke volmaaktheid. En ieders goddelijke volmaaktheid, zoals die in de geest van God bestaan. Alle genezingen die Jezus verrichtte waren gebaseerd op verwijdering van de mentale oorzaak. We ervaren dus dat het nodig is het idealisme van Jezus praktisch toe te passen en we ondervinden dat we daardoor slechts datgene doen wat hij ons opdroeg te doen. Veel zonden verdwijnen bij de eerste lichtstralen die op de duistere denkwijze vallen, terwijl anderen die dieper in het bewustzijn zijn geworteld alleen met meer geduld en volharding kunnen worden overwonnen. De vergeefde van Christus kan niet anders dan zegevieren als we haar niet belemmeren, maar volledig de scepter laten zwaaien. Echte vergeving zuivert en zegent alles en begint in het hart van de persoon. Dit is allereerst een verandering van denken, dus een opstanding. Het besef dat God de enige geest is en de geest zuiver en heilig is, zal er veel aan bijdragen dat u vastberaden en toegewijd vasthoudt aan de waarheid dat de geest van Christus in u zijn volmaakte gang kan gaan en uw grondvest in deze harmonieuze, constructieve gedachtenstromen. U wordt zich bewust dat u altijd opgenomen bent in de eeuwige, vloeiende stroom van de liefdevolle gedachten die God over zijn kinderen uitstort. U zult spoedig weten dat er snel een tijd komt waarin u in een wereld van denkers zult leven. U zult weten dat denken de sterkste macht in het universum is. U zult weldra beseffen dat denken de bemiddelaar is tussen de goddelijke geest en elke lichamelijke kwaal of tweedracht.
als u oefent met meteen naar de Goddelijke Geest, naar het Koninkrijk in u, te kijken, zodra tweedracht ontstaat of de harmonie wordt verstoord, bent u onmiddellijk verenigd met goddelijke ideeën en zult u ondervinden dat goddelijke liefde altijd bereid is degene die zoeken haar genezende balsam van pure liefde te schenken. Jezus leeft nu om de macht en realiteit van zonde en zijn effectiviteit uit het menselijke bewustzijn te wissen. Fris uit het hart van liefde kwam hij en hij begreep dat de relatie tussen God en mens en in zijn onbevreesde, onbeperkte erkenning van de geest als enige macht verkondigde hij de oppermacht van de goddelijke wet die wanneer begrepen en toegepast op elke handeling in het leven leidende mensen zal transformeren tot stralende wezens en het enige echte koninkrijk van volmaakte burgerschap. Het koninkrijk van de hemel op aarde zal inluiden. Hier hield Jast op met spreken. Nou mensen, dat is dus wat ik hier bedoel. De kracht van gedachten, de macht als je dus jezelf in harmonie houdt en jezelf positief toepraat. Dus ik ben liefde, ik ben schoonheid, ik ben succes, ik ben gelukkig, ik heb altijd geluk, mensen houden van mij, ik heb altijd mooie dingen in mijn leven. Ik ben rijk. Al dit soort affirmaties zijn heel erg belangrijk om je ook te gaan omringen met dit soort mooie dingen. Maak het ook mooi en gezellig voor je. Maak het schoon thuis, ruim op, doe wat met jezelf. Maak jezelf zoals je wilt dat je bent. Zie het ideale beeld voor je zoals je wilt zijn. En leef er naartoe. Ga er staan. Wees dat mens wat je graag wil wezen. Hoe zou een meester leven? Denk daarover na. Hoe zou die leven? En leef zoals die meester, want jij bent zelf ook die meester. Je bent een goddelijk mens. Nou, ik zal het maar blijven zeggen. Ik ga heel vaak in herhaling vallen, zodat jullie het nooit meer kunnen vergeten. Nou, dat is mijn visie en missie voor jullie. Positief over jezelf praten, vergeven. Kijk naar je toestand als je niet lekker bent, niet in je vel zit. Denk erover na, waar zou het aan kunnen liggen? Vergeef die ervaring, die situatie. Dat betekent niet dat je nog met die persoon om moet gaan of iets dergelijks. Of als je nog op iemand kwaad bent, dat je dan daarmee verzoening moet gaan zoeken of zo. Dat is helemaal niet wat er bedoeld wordt. Maar die pijn en die haat, die gaat door jouw lichaam heen. Dus dat verdriet of die emotie, wat je ook voor disharmonieuze gedachten hebt, dat zit in jouw lijf op dat moment. En dat verstoort eigenlijk jouw trillingsfrequentie. Dus zorg ervoor dat je dat voor jezelf vergeeft. En dat je verzoening met jezelf zoekt. Hè, dat je weer in harmonie met jezelf komt. En weer beste vriendjes met jezelf wordt. Want daar moet je het mee doen. Dat is jouw lijf. Dat is jouw gedachtenwereld. En je bent in dat geval dus niet in harmonie met het hoge bewustzijn, met die hoge trillingsfrequentie, omdat daar altijd alles in die hoge sfeer, zeg maar, in die hoge bewustzijn, is gewoon alles positief. Daar kan ook geen disharmonie zijn, want dat heeft dan weer niks met het geheel en met het universum te maken. Dan zou alles verstoord en uit balans komen. Dus als je niet in balans bent, dan weet je dat dat niet van God is. Want het is niet de eenheid, je begripsvermogen is er niet. Dus vergeef de situatie, vergeef jezelf dat je in die situatie terecht bent gekomen. Vergeef een persoon voor jezelf, zodat jij die haat niet voelt, zodat je die pijn niet in je lijf hebt. En dan gaat die genezing ook komen. Dan ga je het ook loslaten. Dan ga je ook weer aan jezelf denken en liefde aan je lijf geven. En stel nou dat je een of andere ziekte hebt of iets waarvan je het kan aanwijzen, daar zit het bijvoorbeeld. Of een tumor, of weet ik veel wat, hoe mensen het ook willen noemen. Zend dan met je gedachten ook dat licht op die duistere plek. Hè? Want het is een donkere plek in je lijf. Het heeft niks met licht te maken als je je niet lekker voelt. Dus stuur daar licht naartoe, hè, met je gedachten. Visualiseer jezelf in een lichtbol of in iets lichts. En stuur ook naar die plek, wat vaak donker is, of wat mensen ook donker kunnen afbeelden. Kijk maar eens naar die plek, hoe het eruit ziet. Stuur daar licht naartoe. En dan zul je ook merken dat je jezelf aan het genezen bent. Want je kan jezelf
geestelijk opereren. Dat is ook in de video, op de documentaire van What the Bleep Do We Know. Zijn er ook sporters die in gedachten dezelfde route of dezelfde sportbewegingen doen in gedachten. En ze gebruiken dezelfde spieren. Dus je kan jezelf geestelijk opereren, mensen. Nou, hiermee wil ik graag afsluiten. En ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Daarmee steun je mij om nog meer mooie video's te maken. En, ja, en ik hou van jullie allemaal. En voor een betere wereld. Dikke kus en veel liefs. En like en deel. En ja, het mag allemaal.